beste, want we zijn seconden voor de start. Dan gaat nu een pistool omhoog en gaan we aftellen. 5, 4, 3, 2, 1 en weg. En daar staat nog iemand in de weg, dus voorzichtig. Het is een geweldig evenement. Het leeft gewoon onder de bevolking. Heel veel Almeloers doen mee. Kinderen van Almelo. En op naar een gezond Almelo eigenlijk. Had u zelf geen idee om mee te lopen? Ik ben net een dag terug. Ik ben gisteren teruggekomen uit Turkije. Ik heb daar wedstrijden gehad. Dus het leek me niet zo verstandig om mee te doen. Maar ik heb al besloten om volgend jaar wel mee te doen. Ja, het is leuk om hier te zijn. Iedereen is hier. Opa's, oma's, jong, oud. Iedereen loopt ook mee. Dus dat is gewoon goed om te zien. En ik zag zelfs oud-wethouder meelopen. Dus dat is allemaal cool, toch? Nou, allereerst wil ik iedereen bedanken die hier aan mee heeft gewerkt. Het is natuurlijk belangrijk dat ook Almelo sporters opvoedt. En dat kan natuurlijk ook vanuit deze jeugdsportfonds. De sporters die gesteund worden door de jeugdsportfonds zijn mensen die wat minder te besteden hebben. En het is natuurlijk belangrijk dat je sport, omdat het gezond is. En hierbij wil ik deze check overhandigen aan u. En op naar volgend jaar. Op 14 Gerard Sluiskes. Prachtig evenement hier, prachtige omgeving. Het is natuurlijk helemaal mooi om zo'n eigen stad te kunnen lopen. Maar je hebt al een beetje ervaring, want ik zie je wel eens langs Twente kanaal lopen. Ja, klopt. Normaal loop ik niet in deze omgeving, ik zit meer aan de andere kant. Twente kanaal richting Bonnenbroek, Enter. Daar kun je prachtig lopen, maar het is hartstikke mooi om nou een keer in een andere omgeving te lopen natuurlijk. Maar dat kom je misschien wel goed te passen met boeven vangen of niet? Ja, wie weet. Als ze het lang genoeg volhouden, dan pak ik ze niet. Maar als ze de adem tekort hebben, dan haal ik ze misschien nog net in. Heeft u onderweg nog bekende deelnemers getroffen? Nou, bekende deelnemers, ja natuurlijk. Mensen die ik ken van de verschillende loopgroepen. Mensen die ik ken vanuit mijn werk. Maar ook heel veel vrijwiligers langs de weg gezien die ik ken. En dat is het mooiste natuurlijk, want een evenement als dit kan natuurlijk niet zonder vrijwilligers. En als ik zie wat hiervoor nodig is voor zo'n evenement, dan heb jij een betere prestatie verricht dan ik. Nou, wij zijn heel blij dat we geweldig weer hadden en daarmee prima omstandigheden voor dit tweede Almeloze Allee wat dat betreft. We hebben een grote groep sporters vandaag gehad, ruim 1000 deelnemers aan de verschillende loopafstanden. En dit keer ook voor het eerst een groot aantal bedrijventeams uit Almelo dat meedeed. En vanmiddag fietstochten en wandeltochten wat dat betreft. Wij spreken van een geslaagd evenement met heel veel enthousiaste deelnemers. Het weer zat ook goed mee, denk ik. Het weer was prima. Eerder deze week hadden wij er wat buikpijn van. Er zag er wat somber uit en erg nattig. Wat dat betreft waren de weergoden ons vandaag hartstikke goed gezind. Het was mooi buitenweer en met 17 graden voor de lopers, de hardlopers ook prima te doen. Dus snelle tijden ook wat dat betreft van de deelnemers. En vooral een hoop enthousiasme ook bij de kidsrun. Volgend jaar weer? Wat mij betreft volgend jaar weer. Dan gaan we voor de derde Almelo Allee. En wij gaan in elk geval heel grondig evalueren wat dit keer goed ging, wat volgende keer beter kan. En gaan in elk geval weer aan de slag voor de derde Almelo Allee. En hopelijk weer met een hoop jonge deelnemers erbij. En bovenal ook weer heel veel bedrijventeams. Volgens mij is het enthousiasme van vandaag voor ons een indicator dat er in Almelo wat moois gebeurt. En daar gaan we mee door. Wij gaan ons best doen en dan gaat het vast goed komen met alle deelnemers. Ja, dat is wel.